Hoi, dit is Wakker Worden met Aard. Altijd als ik even geen video's maak, dan krijg ik berichten van mensen met de vraag waar ik ben, waar mijn video's blijven en of het wel goed met me gaat. En ik wil even beginnen met te bedanken voor deze aandacht en voor deze belangstelling, want dat waardeer ik zeer. Ik weet alleen niet van tevoren wanneer ik wel of geen video's maak. Dus het is voor mij heel moeilijk om bijvoorbeeld aan het eind van deze video te zeggen van ik neem even een paar dagen rust en dan kom ik wel weer met een video. Het is gewoon zo, als ik wat te vertellen heb, dan kom ik wat vertellen. En als ik niks te vertellen heb, of als ik geen zin heb, of als ik andere dingen doe, ja, dan ben ik eventjes weg. Maar ik kan het wel uitleggen wat er momenteel gebeurt bij mij. Kijk, we hebben steeds gezegd van pak de popcorn en geniet van de film. En ja, eigenlijk is het zo dat ik de afgelopen dagen zit ik als het ware in een bioscoop. Misschien zelfs een servicebioscoop en ik kijk naar de film. En ik eet mijn popcorn en ja, ik wil niet onaardig zijn, hè, maar er zijn allemaal mensen die nu door de film heen praten. Hè, dus er gebeurt heel veel. En ik snap dat het een film is waar je aandacht bij moet houden, hè, want het is een ingewikkeld verhaal. Het is alleen niet handig om tijdens de film er steeds tussendoor te praten. Of steeds vragen, wat bedoelen ze nou, wat bedoelen ze nou, of wat is er nou aan de hand? Maar goed, het is nu, om het zomaar te zeggen, even pauze. En dat is de reden dat ik deze pauze even gebruik wil maken om een aantal dingen te verduidelijken die volgens mij in de film te zien zijn. Kijk, er is nogal wat rumoer rondom een aantal scènes uit die film. He, bijvoorbeeld de QR-code. En daar zijn mensen heel boos over. En ja, dan mag ik daar niet meer in. En ik mag daar niet meer in. En ja, mensen worden er boos over. Maar, ik wil uitleggen, het is juist bedoeld om ons te helpen. Kijk, ik persoonlijk heb echt geen QR-code nodig om weg te blijven uit ruimtes waar heel veel mensen zijn die deze jongens hebben genomen. Ik weet zelf wel dat het niet heel gezond is. Kijk, ik ga niemand persoonlijk uit de weg, maar een hele kroeg vol met mensen die zich helemaal vol laten prikken, ja, daar voel ik me gewoon niet prettig. Dus ik heb geen QR-code nodig om daar weg te blijven. Maar goed, er zijn heel veel mensen en die hebben zoiets, ja, maar ik heb er recht op en ik wil dat. En die gaan toch, met dromme mensen willen ze daar bij elkaar zijn. Ik zie het zo dat die QR-code ons helpt, die deze jongens niet genomen hebben, om daar weg te blijven. Dus in plaats van dat je daar boos over bent, kun je er ook heel blij mee zijn. Dus dit is even zo'n scène uit de film dat ik denk, te maken heel veel mensen zich druk om. Maar het is net iets anders dan je denkt. En het is misschien goed om dit te beseffen voordat je de rest van de film bekijkt. Kijk, nog zoiets, en dat is niet waar mensen echt heel boos om zijn, maar wel heel bezorgd. Hè. Er zitten in deze film, hè, want het is echt wel een thriller, zou je kunnen zeggen. Hè. Misschien is het hier en daar wel horror. Hè. Maar goed, als je van het genre houdt, dan is dat heel leuk om naar te kijken natuurlijk. Maar dus mensen zijn niet echt boos, maar wel bang voor wat gaat komen. Van hoe, nou komt die scène eraan. En dat is bijvoorbeeld zo met de vaccinatieplicht. En ja, heel veel mensen die zijn nu al boos omdat dat eraan zit te komen. Maar wacht nou heel even de film af, zo direct na de pauze, na deze pauze, als je weer verder kijkt. Kijk er dan met andere ogen naar. Want kijk, het is niet voor niks dat die scène nog een beetje uitgesteld wordt. He, want die vaccinatieplicht in Europa, ik geloof dat die voor het eerst in Oostenrijk gaat spelen. En dat is pas in februari, 1 februari. En je kunt je nu alvast afvragen in de film, waarom is het pas 1 februari? Waarom is het gewoon niet nu al? Want daar is een hele duidelijke reden voor. En als je dat ziet, dan ga je de film ook beter begrijpen. Kijk, de reden is dat als het verplicht wordt, dan is vanaf dat moment ook degene die het verplicht, en dat zijn de regeringen, zeg maar, dan zijn die verantwoordelijk voor alle schade, verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die eruit voortvloeit. Nou kijk, in de film hebben we inmiddels wel gezien, het is gewoon heel erg duidelijk welke schade er voortvloeit uit deze jongens bijvoorbeeld. Hè.
Ja, weet je, dat kan men nog even achterwege willen laten. Maar ja, dat is het mooie als kijker naar zo'n film. Hè, dan zie je van, ik zie het al gebeuren, maar de hoofdrolspelers hebben het zogenaamd nog niet door. Ja, dat is toch leuk van naar een film kijken. En je ziet nu gewoon, wij hebben het al lang door. Hè, die schade, die is gewoon niet meer te ontkennen. En die zie je aan alle kanten verschijnen. Alleen de hoofdrolspelers, hè, die spelen hun rol. En die zien dat zogenaamd nog niet. Hè. Maar wij weten al lang dat dat bekend is. Dus dat komt vroeg of laat in die film, komt dat wel naar voren. Dus vroeg of laat zien we gewoon echt wel dat die schade officieel bekend wordt. En ja, dat zijn ook die scènes waar ik me heel erg op kan verheugen. Hè, dat je daar ziet van, ja, dat de daders door de mand vallen of dat ze misschien zelfs veroordeeld worden. Of nou, weet je, we zien wel wat er gaat gebeuren in die film. Maar kortom, je ziet, we zitten er gewoon middenin. En eigenlijk heb ik de neiging, hè, voor iedereen die bijvoorbeeld vragen stelt, of iedereen die tijdens de film die scènes wil verklaren, ben ik heel erg geneigd te zeggen, even niet er doorheen praten. Hè, ik zit gewoon te genieten van die film. En er is gewoon heel veel te genieten. En dus ja, ik wil maar zeggen, heel veel waar wij boos om worden, of heel veel waar wij ongelukkig van worden, of heel veel waar wij bang van kunnen worden, het is volgens mij net anders. En dat kun je aan alle kanten zien. En want nou ja, ik zei net al, hè, er zijn ook mensen door die film aan het praten die gewoon keer op keer gewoon steeds verklaren wat er aan de hand is. En dan denk ik, ja, maar ik zie wel wat er aan de hand is. Dat ik denk van, alsof er iemand naast zit. Kijk, nu gebeurt er dat. Kijk, nu gebeurt er dat. Kijk, oh, moet je opletten. Direct gaat er dat gebeuren. Dan denk ik, hou even je mond, want ik zie wel wat er gebeurt. En soms is het ook zo, als ik het nog niet zie, dan wil ik niet dat het verklapt wordt. Nee, ik zit daar gewoon lekker mijn popcorn te eten. En ik zit te kijken naar die film. Dus ik wil geen uitleg. En ik wil niet dat de dingen verklapt worden. Het is gewoon nu echt het punt. Kijk, de reclames hebben we gezien. Ook kon je nu tijdens de pauzes, hè, zien we nog steeds heel veel reclames. Hè, heel veel promoties zien we voorbij komen. Maar het zijn reclames. Daar let toch niemand op. Ik bedoel, als zo'n film onderbroken wordt door een reclameblok. Ja, daar let je niet eens op. Kijk, dan ga je gewoon even lekker zitten keuvelen met elkaar. Wij ook met elkaar. Hè, dus daar hoeven we niet op te letten. Maar de reclames hebben we gezien. Het voorprogramma is geweest. We hebben natuurlijk alle recensies gelezen van waar die film over gaat en hoe die ongeveer gaat verlopen. Ja, we hoeven nu alleen maar te kijken. We hoeven en kunnen niet zoveel meer doen. Kijk, die film is gemaakt. Dus daar hebben we op zich geen rol meer in. Daar hebben we geen invloed meer. We hoeven alleen maar te zitten en te kijken. En natuurlijk, hè, je mag lekker met elkaar kletsen. En als er iets leuks gebeurt, mag je met elkaar ook lachen. En het is wel leuk als er een beetje interactie is in de film. En daar kan ik wel van genieten. Ja, dus als hele volksstam en er gebeurt zijn, en die reageren erop of die barsten in lachen uit. Ja, dat vind ik leuk van zo'n film. Hè, maar wat mij betreft, liever geen eindeloze uitleg tussendoor en ook niet gaan verklappen wat er nou gaat gebeuren. Kijk, er zullen nog heel veel plotwendingen komen. Hè, want we denken nu een beetje welke kant het uitgaat. Maar ja, een leuke film, een goede film wat mij betreft, dat is juist dat er opeens een plotwending komt. Hè, nou, dus ja, ik laat het maar over me heen komen. Hè, natuurlijk word je een beetje meegenomen in, oké, op dit moment zijn er bepaalde waarheden en daar gaat het ook wel van uit. Maar ik weet al, er komt nog wel ergens een plotwending waardoor die waarheid opeens helemaal niet waar blijkt te zijn. Of waarbij er een goede opeens helemaal de slechte blijkt te zijn. Ja, eerlijk gezegd, ik vind dat leuk van zo'n film. Maar ik heb ook gewoon vertrouwen in de afloop. Ik vind het nu al een goede film. Terwijl we nu net in de eerste pauze zitten. Maar ik vind het nu al een goede film. En ik ben gewoon heel benieuwd wat er nog komt. Nou, dus dat is een beetje de reden dat ik als het ware even wat stil ben geweest. Ik kijk gewoon lekker naar die film. En dan heb ik niet zoveel behoefte om tijdens die film wat te zeggen of te praten of te vragen. Nou, het is wel overigens zo, het is een soort van servicebioscoop. He, dus je krijgt constant dingen aangeboden. Maar je hoeft alleen maar af te spreken, he, dat je, als je wat nodig hebt, dat je wel op de knop drukt. He, want, kijk, natuurlijk, he, het is een servicebioscoop. Mensen willen hun producten ook kwijt en die willen jou ook
plezieren en verzorgen. Dus ze komen steeds langs van, wil je een prikkie? Nee, dat is niet nodig. Wil je een booster? Nee, dat is niet. Wil je misschien een QR-code? Nee. En dan kun je op een gegeven moment denken, rot nou eens op, want ik zit naar die film te kijken. Maar je kunt ook zeggen, weet u wat, als ik iets nodig heb, dan druk ik wel op het belletje. En dat doen ze bij mij. Dus ik heb me gewoon heerlijk teruggetrokken op een plekje waarbij ik ongestoord naar die film kan kijken. En als ik wat nodig heb, of als ik wat wil, nou, dan druk ik wel op dat knopje. En zolang ik niet op dat knopje druk, komen ze bij mij ook niet meer langs. En nou, misschien is dat leuk voor na deze pauze, dat je voor jezelf ook eventjes die afspraak maakt. En dat je gewoon echt nu van de film kan genieten. Want nogmaals, die film is al lang begonnen. Als je nu niet oplet, snap je straks misschien de plotwendingen of de afloop niet. Dus, nou, dat was even een korte update van waarom ik een beetje stil ben. Ik geniet van de film, ik geniet van mijn popcorn. En, nou, ook de reden waarom ik niet zo'n behoefte heb dat er tussendoor steeds dingen uitgelegd of verklapt worden. En ik ga iedereen gewoon heel veel plezier wensen met het vervolg van de film. En als er nou eerder weer een pauze is, hè, en ik denk van, oh, dat is toch leuk om uit te leggen, of hoe ik het beleefd heb of zo, dan kom ik vanzelf weer een keer terug met mijn idee waar we op dat moment in de film zitten. En ja, het is een lange film, dat weet ik. Nou ja, kijk, je kunt wel een klein beetje, hè, want de mensen vragen wel steeds, tot wanneer duurt die film nou en zo? Nou, ik ga toch een klein beetje, nou, het is niet verklappen, want ik weet het ook niet, maar een beetje mijn idee. Kijk, in Europa hebben ze nu dus gezegd van 1 februari is er die vaccinatieplicht. En tot die tijd is dat er blijkbaar niet. Nou, als ze dat hadden gewild, dan hadden ze echt wel gewoon nu die vaccinatieplicht ingesteld. Dus ik denk dat die vaccinatieplicht er nu is, hè, om iedereen nog een beetje te bewegen, zelf deze jongens te nemen. Hè, want ja, op het moment dat je er zelf voor kiest, dan zijn zij niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. Dus, maar ik denk dus, vanwaar die datum van 1 februari? Want na 1 februari, beloofd is beloofd, dan komt er een vaccinatieplicht. Dus ja, daar moeten we ze dan ook maar aan houden. Hè, maar ja, ik denk namelijk dat er voor 1 februari dat er dingen gebeurd zijn waardoor die hele vaccinatieplicht uiteindelijk niet doorgaat. Of ja, misschien bestaat het middel wel helemaal niet eens meer tegen die tijd. Ja, kijk, dat ga ik niet verklappen in de film, want dat weet ik ook niet. Maar dat gaan we vanzelf wel zien, hè. Dat wacht ik af. Maar als je dan denkt, ja, hoe lang duurt die film nog? Ja, dan zou ik zeggen, dat is in ieder geval een opmerkelijke datum. Hè? Dat is een opmerkelijk tijdstip, zou je kunnen zeggen. Nou, ik denk hooguit tot die tijd. Maar nogmaals, ik ga gewoon verder kijken met die film. En ik wacht het gewoon samen met jullie af. En ik denk wel dat de film nog heel spannend wordt trouwens. Hè? Want ja, er gebeuren nu allemaal al spannende dingen. En, ja, dat is, hè, en interessante verwikkelingen. En ach, er gebeurt echt zo. Je moet zo je aandacht erbij houden. Hè? En, dus er gebeurt nu al een hele hoop. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat die film nog veel spannender wordt. Nou, je hoeft alleen maar te kijken, je hoeft alleen maar te genieten en ja, je hoeft alleen maar je keuze te maken. Hè. Dus als ze je wat aanbieden wat je niet wil, hè, stel dat ze nou toch nog een keer langskomen, dan zeg je nee, ik heb gezegd, ik meld me wel op het moment dat ik iets nodig heb, dan druk ik op die knop en tot die tijd wil ik gewoon rust en wil ik niet dat je me ongevraagd dingen aanbiedt. Nou, dat hoef je alleen maar vol te houden en dan wordt het gewoon Een hele fijne zit om de rest van die film uit te zitten. Nou, wij zien elkaar vast nog in een andere pauze. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende Wakker Worden met Aard.